Ja, ik persoonlijk heb er een tering hekel als ze zo slank zijn. Kan het niet uitstaan? Kan het niet uitstaan? Misschien dat de volgende mij meer inboezemt, je weet het niet. Op het podium komt, even kijken, Dallas Angel! Dallas Angel, klappen, klappen. Er zijn van die momenten dat je als vrouw zijnde spontaan of anorexia of bulimia krijgt. Want er staat weer zo'n plaatje, hè? Hallo meid. Heerlijk, heerlijk. Je kapper heeft zich uitgeleefd. Nee, ik had de suikers binnen gedacht. Nou, dat is dan goed gelukt ook, hè? En alles in het prachtig roze. Wat ga je doen? Vertel het zelf maar even. Ik ga een nummertje playbacken dat heet I'm So Extra. I'm So Extra. Graag jullie aandacht en jullie ovatie voor Dallas Angel! Ook nog. Vreselijk, vreselijk.
Diaan, jij denkt hetzelfde als ik natuurlijk, hè? Nou, ik wil zeggen, ik hou enorm van extra. Ja. Helaas is het bij mij in extra kilo's. Ja, bij jou maar zit het op de verkeerde plek. Jij bent vooral extra fabulous. Oh. Echt, je bent fantastisch. Oh, weet ze ook niet, hoor. En respect ook voor die spullen. Ook van Purs. Ik kreeg lichtelijk een beroerte en die kruk die zakte op een plek waar die niet kon zakken. Meid, dat is een goede avond. Ja, dat is waar, maar daar heb ik toch mijn eigen man voor. Vorige week hadden wij namelijk heel leuk Mr. Artiest uit Holland. Toen het halve plafond met verlichting naar beneden kwam. Ze klimt in die bal en ik krijg echt een déjà vu. Maar dit is stevig genoeg. Meid, echt de energie, de flexibiliteit. En ik kan gerust zeggen, wat is deze meid gegroeid? Nou, je bent gegroeid. Ja. Is de eerste keer 5 jaar geleden? Ja, toen had je die blauwe pruik op. Ja, oh, die natuurlijk. Nee, maar je bent gegroeid. Je bent gegroeid in acts, in alles, dat zegt de jury. Dat kan je alvast meenemen. En graag uw ovatie voor Dallas Angel! Waar heb je die jas gegooid? Heb ik allemaal hier liggen. Oké, hou maar daar. Ja, natuurlijk. Ik weet wat ze kosten. Die gaat in mijn Ik neem hem wel mee, hoor. Ik neem hem wel mee.